Frits Sissing heeft eindelijk zijn zin gekregen. Het programma Op zoek naar keert na 10 jaar terug op televisie. In de nieuwe serie, die vanaf zondag te zien is op Nippon, wordt gezocht naar de vertolkster van Maria in de musical The Sound of Music. Tekst gaat verder onder advertentie voor Frits, die ook de eerdere seizoenen tussen 2007 en 2011 presenteerde, was het programma altijd al een jongensdroom om te mogen maken. Dat hij nog een keer mag, is dan ook een feestje. Mijn reactie is net als de reactie die ik van veel mensen hoor, sinds duidelijk is dat het programma terugkomt, heel enthousiast, zegt de presentator en muzikaalliefhebber tegen het ANP. Frits blijft het programma, dat eerder de grote doorbraak van muzikaalsterren Brigitte Heitzer, Freek Bartels, Noortje Herlaar en Tommy Christiaan betekende, een mooi concept vinden. Het is een heel goed middel om jonge talenten versneld de kans te geven zich te ontwikkelen en door te breken. Een opsteker aan het concept is voor de nieuwe reeks niet gesleuteld. De 10 potentiële Maria's zullen elke week optreden voor juryleden Pia Douwes, Richard Groenendijk, Amaloman en Carline Brouwer. Kijkers thuis stemmen op hun favoriet, en de twee dames met de minste stemmen houden een sing-off waarna door Pia Douwes wordt bepaald wie een aflevering door mag. Het enige wat anders is, is dat er geen publiek in de zaal zit. Maar goed, met alle theaters die dicht zijn, is het al zo mooi dat we alsnog musical kunnen maken voor het publiek thuis. De presentator denkt dat het programma in coronatijd een opsteker is voor de sector. Met alles wat allemaal moest worden afgelast en verplaatst, is het goed dat er weer iets in beeld komt en dat ergens naar kan worden toegeleefd. Of de gekozen Maria ook al, zoals nu gepland, in juni in het theater staat met The Sound of Music, moet vanwege de coronacrisis nog blijken. Maar de voorstelling is zo gemaakt dat hij ook voor een kleiner publiek op 1,5 meter gespeeld zou kunnen worden. Laten we hopen dat ze er gewoon kan staan. Buzzelets Blokkade.